Ik weet niet of jullie het zien, maar mijn raam is letterlijk kapot geslagen. Er is ingebroken bij mij. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Wat is dit nou? Wat is dit nou? Kijk, dit raam is gewoon kapot. Er kan hier gewoon iemand doorheen gekomen zijn. En die kan waarschijnlijk al mijn spullen mee hebben genomen. Oké, mijn spullen liggen er wel nog allemaal. Ik had ook niet hele zeldzame spullen hier liggen. Wat? 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 Hè? Er is bij mij ingebroken, maar eigenlijk is alleen het raam kapot, zie ik nu. Dit is wel apart hoor. Oh, oh jeetje, deze was eerst volgens mij dicht en nu staat hij open. Oké, laat ik hier even helemaal naar beneden gaan. Maar ja, dit is gewoon mijn mine. Oftewel, hier is ook niks te vinden. Maar misschien is hier iemand helemaal beneden. Dat zou kunnen natuurlijk. Laten we eens even gaan kijken. Dit gaat wel heel lang duren, want ja, het is gewoon echt een hele diepe mine. Eens even kijken, hoe kan er nou bij mij zijn ingebroken? Ik lag letterlijk te slapen en terwijl ik aan het slapen was, heeft iemand dus gewoon mijn raam ingeslagen. En is waarschijnlijk binnengekomen. Dat denk je dan tenminste. Nee, hier is ook niks anders. Oké, laten we weer naar boven gaan. Oké, misschien Olly en Moos. Nee, die zijn er ook nog allebei. En het vlees dat ik gisteren bij Giel heb gekocht, die zit ook nog in de chest. Oh, nee, 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 nee. Misschien is mijn geheime chest, mijn geheime bunker, of ja, mijn geheime kluis, zo kan je het meer noemen. Misschien is daar iets mee gebeurd. Die zit hier natuurlijk in het water, maar zo te zien. Nee, hier is ook helemaal niks. Hij is gewoon nog zoals altijd. Ik snap er helemaal niks van. Wie kan er bij mij hebben ingebroken dan? Er is maar één nieuw iemand in Kleurstad de laatste tijd. En dat is natuurlijk Klusspeler. Die heb ik eergisteren ontmoet. Ja, het zou kunnen natuurlijk dat hij hier iets mee te maken heeft. Ik ga gewoon eerst naar de noob zijn huis toe. Eens even kijken of hun iets weten van deze inbraak. Want ik vind het wel heel apart. Mijn raam is letterlijk ingeslagen. Maar er is niks gestolen, niks gebeurd. Dat is op zich wel een noob-actie. Misschien heeft de noob gewoon, ja, per ongeluk mijn raam kapot gemaakt. Klop, klop, Noobie, hallo, ben je daar? Oh. Noobie? Noob? Hallo, hallo, wie is daar? Is Klus er weer? Oké, okay. Klus, hallo, Klus. Ik dacht dat de Noob hier woonde. Wat, waarom ben jij hier weer? Ja, de Noob die woont hier ook, maar die is even naar de vuurtoren om daar mensen op te zetten. Oké. Okay. Dus ik hou even de boel in de gaten, want het moet wel veilig zijn hier. Ja, veilig. Over veiligheid gesproken, hè? Weet jij iets over dat raam? Ja, misschien jouw raam in jouw huis. Ja, mijn raam in mijn huis, ja. Ja, jouw raam in jouw huis. Is die kapot? Ja, ja, ja. Ja, dat... ja. Oké, okay, jij hebt dit gedaan, hè, Klus. Ik wist het. Natuurlijk heeft een nieuwe het gedaan. Soms moet je een lesje leren op een harde manier. Jeetje, ga jij me nou een lesje... Wat is dit nou weer? Wat heb je gedaan? Het moet veilig zijn. Zie je, jouw raam is kapot. Ja, mijn raam is kapot. Ja, ja. Waarom... Het was altijd... Hè? Ik wil jou iets laten zien dadelijk. Oh, jij wil me ik iets denk dat het heel goed is voor jou. Jij, waar, je hebt expres mijn raam kapot gemaakt, zodat je me eens kan laten zien? Om jou een lesje te leren. Dus om mij een lesje... Oké, mensen moeten, als ze schrikken, is het lesje beter geleerd dan als mensen niet schrikken. Dat is waar. Oké, wacht. En ik ben je geschrokken? Ik ben zeker geschrokken. Dus, heb je een goed lesje geleerd Klus, ik kom straks weer naar je toe. Wacht heel even hoor. Oké, dit is echt wel heel erg. Wat, oké. Wacht, ik moet dit gelijk even tegen Giel vertellen. Giel, hallo, ben je thuis? Giel? Giel? Hallo, Giel. Waar ben je? Hier ben ik achter je. Oh, hallo. Ik kom altijd door je voordeur. Je zit altijd zo wel, waar ben je? Maar ik ben altijd hier, hoor. Oh, ja, oké. Moet ik voortaan door je garage komen? Is dat fijner? Nee. Oké, nou, Giel, in ieder geval, ik weet niet wat ik hiervan moet vinden. Klus, speler, ja. Je weet wel die zo... raar praat eigenlijk. Ja, een beetje zo. Ja, vrij. Ja, hij heeft een accent, zeg maar. Ja. Die heeft mijn raam ingeslagen om mij een lesje te leren. Oh, wat is een lesje wat hij je wilde leren dan? Ja, dat ging hij me straks vertellen. Dus ja, ik heb geen idee, maar ik dacht, ik vertel het... Hij zit letterlijk 2 dagen hier in de survival en dan... Ja, denkt hij dat hij mij nu al een lesje kan leren, ja, precies. Ja, of ja, misschien zit hij al wel langer in de survival, ik heb geen idee, maar dit is wel heel erg raar inderdaad. Ja, oké, wacht, ik ga, als jij, kijk, hij gaat waarschijnlijk nu iets bij mijn huis doen, want hij wilde mij een lesje leren. Als jij over, dus laten we zeggen, 10 minuutjes naar mijn huis komt, dan, dan stel je voor het gaat helemaal fout, dan ben jij dat tenminste, ja? Ja, is goed. Oké, top. Oké. En trouwens, Giel. Ja. Giel, kan je dan ook de pro meenemen? Is goed. Oké, top. Okay, wij gaan naar jouw huis toe gewoon. Ja, over 10 minuten, hè? Ja. Oké, dan ga ik weer snel terug naar Klusspeler, want ik ben wel benieuwd welk lesje die mij wilt leren. Ik hoop dat hij niet namelijk voor niks mijn raam heb ingeslagen. Klus, klop, hallo. Klus. Hallo, wie is daar?
Wie denk je? Oh, smikje, ja, goed. Ja, moet wel uitkijken, niet te hard op die deuren kloppen, anders gaan die deuren kapot. Oké, ik ben benieuwd welk les je me wilt leren, dus ik ben hier. Het is een lesje van veiligheid. Je moet altijd zorgen dat je huis goed beschermd is en goed in de gaten wordt gehouden. Daarom ben ik hier nou als de noob weg is. Maar ik was gewoon aan het slapen. Ik kan toch niet de hele dag wakker zijn, of wat dan? Nee, maar daarom heb ik een hele grote oplossing voor jou. Doe maar dan, zou ik zeggen. Zal ik jou die oplossing laten zien? Ik ben wel heel benieuwd wat hier gaat gebeuren, ja. Heb jij wapens voorbij of zo? Nee, wapens zou ook wel een goede idee zijn, maar dat is alleen als laatste oplossing. Oké. Heel drastisch. Dat is heel drastisch, ja klopt, dat is heel drastisch. Drastisch, ja. Ja. Oké, wat heb je dan als oplossing, Klus? Ik heb een goede oplossing, zodat je altijd alles in de gaten kan houden. Dan weet je wie er gekomen is en wie er weggegaan is. Ik heb echt geen flauw idee waar je het over hebt. Nee. Dus dit raam is ingeslagen. Dat heb jij blijkbaar gedaan. Ik lag hier gewoon lekker te slapen. En ik schrik me kapot wanneer ik wakker werd. Maar ik had het kunnen voorkomen, zeg je. Je had het ook niet gehoord, hè? Zo dat je te slapen en zo snurken. Ja, ik slaap heel diep, dat klopt. Oeh, diepe slaap, ja. En daarom heb ik een hele goede oplossing. Oké, wat is de oplossing? Dat is namelijk... Ik heb iets voor jou hier. Oh, wat? Hè? Wat is dit nou weer? Camera's? Camera, ja. Wow, Die heb ik nog nooit gezien. Nee, en als je die camera's had gehad, toen ik die raam hier kapot had gemaakt, had je mij kunnen betrappen. Maar nu had je dat niet, hè? Oké, wacht. Kan ik die gewoon hier plaatsen? Wow. Wat is dit een gekke camera? Je kan hem ook op het dak plaatsen, blijkbaar. Oké. Dat kan. Ik weet niet of ik dat wil. Kan ik hem ook weer meenemen? Ja, dat kan. Dan moet ik aan de kant plaatsen. Ik denk dat ik dan dit moet weghalen of zo. En dan kan ik die camera waarschijnlijk... kijk eens aan! Dat is de camera. Kijk, zie je, als die hier had gestaan... Ja, dan had je... Gezien. Ja, dan had ik... Ja, hij volgt jou. Oh ja, wow! Oké, dit is echt heel cool, Klus. Die kijkt rond. Oh, kijk dan. Oké, ik ga die hier ook in plaatsen dan, denk ik. Zo, bam. Beveiligd. Oh, dit ziet er cool uit. Oh, Klus, ik mag jou wel. Jij komt met leuke dingen. Kijk, ja, als je toch, dit... Ja, toch? Ja, als je dit soort dingen doet, dan mag je wel mijn raam inslaan, hoor. Ja, oké. Niet elke keer nu. Was een grapje. Even kijken, dan wil ik hier nog een camera. En dan wil ik achter nog een camera. Oké, dan ga ik ook achter nog een camera plaatsen. Zo. Oké, als er dan nu een of andere gekke persoon komt, dan ben ik altijd goed beveiligd. Ja, maar je mist wel één dingetje nog. Hoe kan ik nou kijken met de camera's? Ja, daar heb ik ook geen oplossing voor. Aan de monitor. Wacht even. Ja, dit is goed. Dan moet ik op die camera's klikken, volgens mij. Ja. En dan kan ik kijken. Ja, ik het is handiger met jou spelen dan met die noob, want jij snapt het gelijk. Die noob is zo dom. Ja, die is niet heel erg slim. Oké, wacht. Kijk dan, ik kan nu gewoon... Wow. Oké, ga eens bij... Ik ga bij de raam staan. Bij de raam die ik kapot heb gemaakt. Oké, dan moet ik volgens mij naar deze. Ja, ik zie je. Je bent betrapt. Ja, oké, dit is echt heel erg cool. Dit is goed, hoor. Ja, dit is heel cool. Ik hoop dat je het nou niet erg vindt dat ik jou een lesje heb geleerd via de raam kapot te maken. Want dat was wel heel grappig. Kijk. Maar een raam, hè. Ik zou wel heel fijn vinden als je mijn raam weer kan repareren. Kan ik dat? Ik vooruit. Ja, jij bent Klus, hè? Dus jij kan dat. Oké. Ik heb hem hier gemaakt. Oké, nou, kijk eens aan. Anders laat de noob lekker in Dirtdorp en dan blijf jij hier. Ja, is dat beter? Ik ben wel een beetje handiger, maar die noob is eigenlijk ook wel gewoon een beetje aardig, toch? Ja, hij is wel aardig, maar ja, dit is wel heel erg fijn. Ja, hij is wel een beetje dom, ja. Oké, nu ben ik eigenlijk... Heb ik gewoon het meest veilige huis van heel Kleurstad. Jij hebt die veiligste huis van heel die Kleurstad, hè, ja. Maar je moet... Hallo. Kijk, je hebt Klus nog niet ontmoet, volgens mij. Nee, nog niet. Hallo, ik ben de Klusspeler. Ik denk dat de noob... de Klusspeler waar ik zoveel over heb gehoord. Oké. Ik denk dat de noob ook veel over jou verteld heeft. Klus, je bent toch geen hacker of zo, hè? Ik weet niet wat... Nee, ik ben geen hacker. Zeker niet. Volgens mij is Mick meer een hacker, want hij heeft een hele gekke tablet in zijn hand. Ja, kijk, dit heeft Klus voor mij gefixt. Een gekke beveiligingssysteem. Weet je zeker dat je geen hacker bent, Klus? Nee,
ik heb die camera's, die konden hier. Daar kwam ik achter en nu had ik een beetje lessen geleerd. Maar jongens, kijk dit. Ik weet niet of jullie ook die tablet kunnen gebruiken, maar... Wat is dit dan? Nee, ik kan die niet kijken. Dit zijn dat die van jou zijn. Oh, hij is ook nog... Oh, extra veilig. Extra veilig, ja. Dus dan ben je altijd goed beveiligd en dan kan niemand meer rammen. Ik wil het ook wel hebben, hoor. Jongens, wacht eens even. Maar Klus, je gaat nou toch niet de hele stad vol met camera's zetten die alleen jij kan gebruiken, toch? Nee, deze camera's kan ik toch alleen gebruiken? Ja, Klus toch niet? Nee, wat ik wil zeggen is dat misschien als ik wil de Klus... Heeft die camera's gemaakt, denk ik? Ja, ja. Ja, en als hij nou in één keer een hele stad voor het zetten met die camera's. Ja, dat vind ik ook. Dan wordt het een beetje eng. Controleerde samenleving hier. Oké, Mickey, dan haal maar die camera's weg als je niet... Nee, bij mijn huis. Ik wil gewoon camera's bij mijn huis. Maar niet... Je moet ze niet door de stad. Rustig uit, Klus. Het is meer gewoon van... Niet dat ik de hele stad... Maar ik ben echt goed te vertrouwen, ja. Ik heb je net ontmoet, Klus. Dus ik zal je woord aannemen. Oké, maar... Ik ben echt geen hacker, nee. Nou, dat klinkt heel verdacht. Ik geloof je wel, Klus. Want kijk wat hij voor mij heeft gedaan. Word je meteen geband als je een hacker bent. Hij is super lief voor mij. Kijk, hij heeft dit allemaal geregeld. Ja. Nou, nee, dat is ook heel mooi. Goed gedaan, Klus. Ik wil ook een keer camera's komen kopen bij je. Kopen? Hij wil kopen. Hij wil kopen, ja. Klus. Ja. Ik doe me overal camera's hangen. Dat vind ik een goed idee, ja. Nee, niet overal. Alleen op plekken waar wij zeggen dat... Maar dan zijn we goed beveiligd. Dan kan hier nooit meer iemand slecht komen. Dat is wel handig. Laten we heel eerlijk zijn. Dat als overal camera's hangen, dan kan niemand meer iets slechts doen. Dat klopt wel. Ja, maar dan... nee, maar dat is niet leuk. Dan kunnen we nooit meer trollen. Giel wil volgens mij trollen. Nee. Plus, er bestaan toch geen geheime camera's, toch? Alleen deze. Alleen deze camera's die je goed kan zien. Dus je weet ook dat je wordt opgenomen, ja? Okay. Dus niet meer trollen, ja? Nou, als jullie dus ook zulke camera's willen, dan moet je lekker bij Klus zijn. En bij mij kunnen jullie niet meer trollen of inbreken. dat zullen we nog wel eens zien. Nou, ik ben beveiligd. Dankjewel, Klus. Doei, doei. Oké, doei, doei. Wil je nou de volgende survival zien? Klik dan snel op deze video. Abonneer je op mijn kanaal. En dan zeg ik Mick out.